Daan deed onder een van mijn video's deze comment achter. Koop alle skins. Nou ja, en als Daan dat zegt, dan ga ik dat natuurlijk doen. Ja, ik ga alle skins kopen in Brawl Stars. Namelijk, ik moet er nog maar 2 krijgen. Dat is DJ Ems en BBRJ. Dat zijn de enige skins die ik nog moet krijgen in Brawl Stars. En nou ja, aangezien massief zilveren Daryl, of Carol, niet Daryl, Carol er ook tussen zit, gaan we die ook kopen. Dus dit zijn de 3 skins die we in deze video gaan kopen. Maar ja, we doen er natuurlijk wel een leuke challenge bij. Want ik kan ze zo kopen, maar dat kost redelijk wat edelsteden. Ik wil er wel voor spelen om ze te kunnen kopen. Dus wat we gaan doen, ik ga het meteen kopen. We gaan eerst zilveren Carol kopen. Al een leuke mooie skin, 10.000 coins. Kost al eigenlijk veel te veel. Maar dat is in ieder geval leuk. Dat betekent dat we die dus al binnen hebben. Dus dat is al 1 skin. Dan kunnen we die gaan selecteren. En dan vervolgens moeten we met Carol in solo showdown kandidaat van de dag een potje winnen. En jullie snappen het dan misschien al. Want als ik dan met Carol een win weet te halen, mag ik de volgende skin kopen. DJ Ems. En als ik met Ems dan een win haal, mag ik ook met BBRJ een potje, of mag ik die skin kopen. En dan mag ik daar dan ook mee spelen. En daar wil ik dan ook een win mee halen. Dus we gaan met de 3 nieuwe skins een win halen. En ik mag net zo lang proberen totdat het is gelukt. En ik ben benieuwd of het binnen 5 minuten gaat lukken, binnen 10 minuten. Of dat ik hier een uur zit voordat ik 3 potjes heb gewonnen. Zou ook kunnen, hè. Ik verwacht het niet. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. Maar we komen erachter. Maar als jullie er zin in hebben, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 1000 likes heel vet zijn. Want ja, dit soort video's kost wel wat geld. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je zelf ook een skin kopen of gewoon iets anders in Brawl Stars of andere Supercell games, vergeet dan niet de code Bouws in te vullen. Support je deze jongen een klein beetje mee. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. En dan gaan we eens kijken of we met Carol meteen een win kunnen halen. En trouwens, met alle skins bedoel ik niet alle gouden en zilveren skins, want die heb ik nog niet allemaal. Ik heb er wel heel veel, maar ik heb ze niet allemaal. En dat is ook niet te doen. Als ik dat nu nog allemaal wil krijgen, dan moet ik nog een paar duizend euro er tegenaan gooien. Ga ik niet doen. Oké, we gaan eens kijken of we hier kunnen winnen. Als eerst nemen we natuurlijk de teleport. Ik kan eventueel mijn gadget neerzetten om hier eventjes weg te gaan. En dan moeten we hier even naar onderen gaan. Want ik moet er natuurlijk voor zorgen dat we hier terechtkomen. Zo, hier even mijn gadget neerzetten. En kunnen we die nu killen? Oh, no! Als ik die al primo had kunnen killen, had ik al die krachtpunten daar kunnen pakken. Oh, dit is balend. Ja, doe je weinig aan. We zijn 50 geworden. Is niet goed genoeg. We moeten natuurlijk een win halen met Carol. Zorgen dat we de volgende skin mogen kopen. En trouwens, deze skins zijn best wel duur ook. 150 edelstenen. Bij elkaar zijn ze 300 edelstenen. Nou, dat is toch bijna 20 euro wat je moet uitgeven om deze 2 skins te kopen. En dan heb ik die zilveren skin die ik nu net heb gekocht niet eens meegerekend. Want 10.000 coins, het is echt ziek veel. Oké, dit is wel een leuke map. En ik ben benieuwd waar die groene teleport heen leidt. Ik heb geen idee. Ik word nu in ieder geval weggeslingerd. Nou, dan nemen we deze gele teleport. No! Dit willen we nou ook niet. Nou, dat scheelt dat ik dus een gadget heb. Ah, dit is dan wat minder goed. Oh, hier ga je dus helemaal door naar het hoekje. Hebben we überhaupt krachtpunten hier ergens in de map? Dan vraag ik mij af. Of hier heb je krachtpunten. Ik weet eigenlijk niet of dit krachtpunten zijn. We kunnen even kijken. Nee, ik ga hier weg. Doei. Oké, ik heb nog 1 gadget. Voor de rest heb ik helemaal niks meer. Hier hebben we ook nog een Dyna. Kan ik daar even een hit doen? Ik wil namelijk even mijn super krijgen. Dat zou fijn zijn. Ja, top, 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 top. Oké, ik heb nu mijn super. En ik denk dat ik met die teleport, ja, dan ga ik dus de andere kant op. Ik heb nog 1 gadget waarmee ik naar het midden kan gaan. Doe ik eventjes nog rustig aan mee. En dan zo meteen als de map wat kleiner is, ga ik naar het midden. En dan hoop ik dat ik op die manier dan met mijn super een win kan binnenslepen. Oh, nee. Oh, dan zat er een Dyna in die bosjes. Oké. Nee, het is toch niet gelukt. Nou, we zijn weer 50 geworden. We proberen het gewoon net zo lang door totdat we weer gaan halen. Maar ik ben heel benieuwd. Ik zei aan het begin van de video ook al, ja, misschien dat dit wel een uur gaat duren. Ja, ik hoop het niet. Normaal gaat het altijd wat sneller. Maar ja, dat kan ook een keertje tegenzitten natuurlijk. Als je maar eigenlijk alle kistjes weet te pakken. Dat is het belangrijkste. Bijvoorbeeld hier, hier liggen vet veel kistjes. Als wij ervoor kunnen zorgen dat wij de meeste van deze kistjes kunnen bemachtigen, dan zou dit misschien wat kunnen gaan worden. Ik kan mijn gadget even aanzetten om hier in ieder geval even weg te gaan. Ah, dan komen we net bij die Shelly uit. Ja, Carol is niet de allermeeste geschikte knokker om al die kistjes dan in 1 keer te verzamelen. Maar als het wel een keertje lukt, dan heb je sowieso een win. En dat moeten we dus eigenlijk zien te fixen. Oh, kijk eens. Ja hoor, dit zijn een mooi aantal kistjes. Dan zijn we redelijk sterk. Oké, dit is top.
Hier kunnen we nog eentje pakken. Dan hebben we zo meteen 7 krachtpunten. Dus dat is toch ongeveer de helft van de krachtpunten die je in totaal kan verzamelen. Dus dat is wel lekker. Even deze openen. Ja, top. Oké, dan gaan we nu terug naar het midden. En dan moeten we nu dit potje gaan winnen. Even zorgen dat we die El Primo gaan pakken. Ja, dank u. En dan kunnen we nu even kijken of we die Eve kunnen hebben. En dat lukt. Oh, net niet. Daar had die Eve mazzel mee. Oké, er zit hier een Shelly. Die wel redelijk sterk is, om eerlijk te zijn. Dus dat is ook balen. En die Eve doet ook irritant. Oké, die Shelly heeft ondertussen Mortis gekild. Dus nu kunnen we misschien die Shelly een beetje op afstand houden. Dat zou mooi zijn. Gaat dit lukken? Kunnen nu mijn super aanzetten. Ah, ja, ik heb hem. Ja, dan killt die Eve mij. No, ik had die Shelly, had ik gewoon nog. Nou ja, worden we tweede. Ondertussen zijn we, ik kan het zien aan mijn camera, al 10 minuten ongeveer bezig. Ai, 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 ai. Het wil nog niet echt lukken. Oké, we kunnen nu wel naar de zijkant gaan. Dan ben ik benieuwd of hier kistjes liggen of niet. We gaan het zien. Ja. Oh, no, je hebt hier een teleport. En dan ga je denk ik nu rondjes teleporteren. Denk ik, maar dat weet ik niet zeker. En ik denk dat hier nu zo meteen een Dynamite gaat komen. Dan zijn we nu opgesloten. Ah, Noos. Kan je stel met je gadget, kan je hier nog weg? Nee, dat kan niet. Oké, ik heb dit potje verprutst. Ja, dit gaat hem niet meer worden. Nou, ondertussen zijn we al 20 minuten bezig om 1 win te halen met Carol. Het wil me gewoon niet lukken. Dat is echt niet normaal. Nou, we zijn nu met 5 in het midden. Ja, de kans is 1 op 5 dat ik dit ga winnen. Sterker nog, ik denk eigenlijk kleiner. Want we hebben hier een Shelly en een El Primo. Nou, als hun eerst met elkaar gaan vechten, dat zou wel mooi zijn. Ik ga nu wel mijn super aanzetten. Met een beetje mazzel kan ik die Shelly dan nog hebben. Nee, tuurlijk niet. Het is mij gewoon niet gegund. Oh man. Maar ik heb gezegd dat ik het zou doen, dus ik ga het ook gewoon doen. Eigenlijk had ik een timer aan moeten zetten. Ben ik vergeten. Maar ja, ik ben dus al tik 20 minuten bezig. Oh, in het midden heb je veel kistjes. Nou, dan gaan we eens kijken of we deze race kunnen gaan winnen. Dat zou mooi zijn. Weet je wat? Ik ga hier heel eventjes afwachten. En dan gaan we dan nu naar voren. En ik moet nu wel uitkijken. Ik kan even eventueel mijn super neerzetten. Om hier even snel doorheen te komen. Oké, dat is top. En die max kunnen we hebben. Ik kan met mijn gadget even snel vooruit. En nu ga ik alsnog dood, oké. Oh, het was altijd wel leuk om die race te voltooien. Nou ja, we blijven doorproberen met Carol. Oké, nu moeten wij gaan toeslaan. Nu moeten wij deze hebben. Oké, dit is mooi. Dat betekent dat ik deze krachtpunten te pakken heb. Ah, alleen die bus is eventueel gevaarlijk. Die cult kan ik denk ik wel hebben. Ja, moet ik nog 1 keer hitten. Oké, nu moeten we trouwens oppassen, want anders gaat die bus misschien naar mij toe. En dat willen we ook niet hebben. Oké, nou, we hebben 6 krachtpunten. Dit potje moet gaan gebeuren. Ik ben al een half uur bezig. Waarom heb ik deze challenge bedacht? Ja, hoe gaan we dit doen? We kunnen even hier naartoe en dan neem ik gewoon deze jump. Oké, nou, dan zijn we nu in het midden. Er is hier een Shelly. Ik weet in ieder geval ongeveer waar die nu zit. Dus dat is chill, maar nu niet meer. Oké, we moeten nu even wegwezen hier. No, oké, ik ben redelijk low qua HP. Ik heb nog wel mijn gadget, dus als ik een Shelly tegenkom, kan ik eventueel snel weggaan met mijn gadget. Maar ik ben benieuwd of dit voldoende is om dit potje te winnen. Ja, dat is het irritante. Er zijn zoveel bussen en Shellys hier, zeg maar. Wat gewoon heel frustrerend is. En hopelijk gaan die nu het duel aan. En dan hebben we hier nog een Carol, die moet zo meteen de jump nemen. Dus ik hoop dat die Shelly die andere Carol dan ook killt. Of we hebben hier nog een Colt. Oké, dat is ook goed om te weten. Die heeft die teleport gemaakt. Dus die zit nu ergens aan die andere kant. Oké, die Shelly heeft die Colt gekillt. En er moet ergens nog een andere Carol zijn. Die heeft die ondertussen ook gekillt. Oké, nu moeten we kijken of we die Shelly kunnen hebben. Oh, dit gaat heel gevaarlijk worden. Waar is die Shelly? Oh, nee, ik ben hem kwijt. No! Oké, ik moet even iets doen. Oké, ik zal even wachten. En dan kan ik nu eventueel mijn super aanzetten. Niet voldoende! Nee, niet! No! Dit is zo gestrekt. Ik word de hele tijd tweede, derde. Het eerste wil gewoon niet lukken. Ja, misschien dat dit wat kan gaan worden. Ik zet mijn super nu in. En ik kan nu nog een keer misschien mijn super inzetten. Ja! Oh, ik heb het overleefd. 12 krachtpunten. Eindelijk een keer een potje waarin ik de edelstenen heb, krachtpunten te pakken heb gekregen. Oké, dus we moeten nu naar het midden gaan. Ik weet alleen niet welke knokkers hier zitten. Dus ik zet mijn gadget even in. Oh, ik dacht eigenlijk dat daar al iemand zat. Er zit hier een Penny. Oh, dat was echt zonde van mijn super. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nou ja, we gaan even zorgen dat we weer wat HP erbij krijgen. Ik weet dus dat er 1 Penny is. En er moet ergens nog een knokker zitten. Alleen geen idee waar die zit.
Oké, hier hebben we die super van Penny. Oh, dat was de Tara. Oh, dat betekent dat alleen die Penny nog over is. Nou, dit moeten we kunnen winnen. Als we dit niet winnen tegen die Penny, dan weet ik het ook niet meer. Kunnen we een gadget aanzetten. Super erbij. En we hebben hem. We hebben hem! We hebben een overwinning te pakken. Na een half uur spelen hebben we een overwinning met Carol gekregen. Haha, wat heeft dit lang geduurd. Nou ja, de volgende knokker. Nu ga ik even een tactische keuze maken. Is BBRJ. Omdat ik daar waarschijnlijk sneller een win mee haal dan Ems. Weet ik niet helemaal wel zeker, maar dat denk ik gewoon. Dus ik ga nu voor die BBRJ. Is op zich wel een leuke skin. Die is echt groot. Moet ik eerst natuurlijk even BB selecteren. Op hoeveel trofee had ik BB ook alweer? Ik denk op de 750, om eerlijk te zijn. Oh, op de 777 heb ik BB. Ik heb trouwens ook gouden BB. Dat is ook nice. Maar deze skin is echt mega lang. Dat is ook wel bruut. En we hebben meteen een nieuwe spelerspictogram die we eventueel kunnen kopen. Ga ik nu niet doen, maar ik vind deze BBRJ wel nice. Ik zal trouwens ook meteen die andere pin selecteren. We doen het wel voor deze. Ja, dat is wel leuk, hè. Oké, nou, dan gaan we nu met BB spelen. En dan gaan we eens kijken hoe lang het gaat duren om een win te halen met BB. Ik hoop niet nog een keer een half uur, want dan wordt dit wel een hele lange opname. Want qua video, jullie zien niet alle potjes, omdat niet alle potjes even leuk zijn, maar... Oh, wat heeft dit lang geduurd. Maar wel leuk dat we nu de volgende skin hebben vrijgespeeld. Maar dan gaan we nu eens kijken of we deze BBRJ even een win kunnen halen. Ziet er wel echt leuk uit. Ja, dat sowieso. Echt, het lijkt bijna geen BB meer of zo. Dit lijkt gewoon echt op een totaal andere skin. Hier, kom dan, fik, jongen. Ik sloop jou helemaal. Bam, dankjewel. Ja, oké, ga ik wel bijna zelf dood. Ik zal even mijn gadget aanzetten. En dan gaan we gewoon door met aanvallen. Zorg dat we even sterk worden, zodat we iedereen kunnen slopen hier zo. Ik zal nu even de jump pakken, want anders ben ik hier de lul. En dat willen we ook niet. Even gadget erbij. En dan gaan we nu even naar beneden. Helemaal prima. Dan hebben we zo meteen weer alle levens erbij. En dan hier even die Carol pakken. Mocht dat nodig zijn. En nu even kijken of we die bus kunnen hebben. Nee, maar we hebben wel 5 krachtpunten. Dus dat is chill. Die Shelly... Ah, come on. Nee, dat gaat hem ook niet worden. Oké, dus we moeten even zorgen dat we zo meteen nog wat sterker worden. Oh, nu moeten we uitkijken. Oh, haha. Dat ik maar heb, Basel mee. Die Spike zorgde ervoor dat die bus mij niet kon pakken. We kunnen nu even kijken of we die bus alsnog kunnen pakken. Nee, dat wil niet. Even die Shelly pakken. Dat scheelde weinig. Nu moet die bus mij niet gaan raken. Doet hij wel? Nou, oké. Het eerste padje is niet gelukt. Maar ik ga natuurlijk doorschrijden. Ook met BB. Net zo leuk dat we winnen halen. Maar sowieso dat BB makkelijker is dan Carol hier in Solo Showdown. Oké, dit potje moet hem gaan worden. Hier, die Shelly, als we die nu hebben, dan is het wel klaar. Want dan is dat onze enige concurrent eigenlijk nog. 10 krachtpunten. Oké, ja, BB gaat veel lekkerder. We hebben daar nog een Lola, maar die heeft echt veel minder krachtpunten. Dus die kunnen we denk ik wel hebben. Ja, ik doe gewoon 4000 damage met 1 hit. Dan hebben we daar nog een Eve. En ik zal eventjes uit gaan kijken. Even iets naar achteren lopen. En dan kunnen we zo meteen hier even de boel pakken. In ieder geval die even pakken. En dan kunnen we nu die Eve pakken. Even mijn gadget erbij. Ja, maakt allemaal niet meer uit. We hebben een win met Eve. Ja, Eve. Of nee, Eve. Dus ik zeg Eve. Ik moest tegen een Eve. We hebben een win met natuurlijk BB. Dus dat is wel erg nice. Ja, hoppa. Dit is wel lekker. En dat betekent dat we de laatste skin mogen kopen. DJ Ems. En met deze skin gaan we ook nog even een potje doen. En dan gaan we kijken of we hier ook nog een win mee kunnen halen. Zou wel nice zijn. Maar dit is ook een mooie skin hoor. Wel een van de vettere skins van Ems. Dat sowieso. En ik heb ook al de gouden en zilveren skin voor Ems. Maar van de andere skins vind ik toch DJ Ems wel de mooiste, om eerlijk te zijn. Dus dat is wel bruut. Maar dan gaan we even kijken of we ook nog met deze skin een win kunnen halen. Dat zou wel helemaal mooi zijn. Maar ja, ik ben in ieder geval blij dat we gewoon weer alle skins hebben. Dat is in ieder geval gehaald. Het heeft wat langer geduurd dan wat ik in eerste instantie in gedachten had. Maar ja, we hebben in ieder geval alle skins weer. Ja. Dus dat is mooi. BB, komt u maar. Oh, deze skin. Ik vind hem echt wel bruut hoor. Helemaal van boven. Dit is wel eigenlijk mijn favoriete skin van de drie, om eerlijk te zijn. Dat sowieso. Kunnen we hier eventjes helpen skills te maken? Ja. Dat is mooi. Oh, krijg ik net die super van BB op mijn bakkes. We beginnen erg lekker in deze map. Dat sowieso. We zitten al in de top 3. We hebben nog een Stu en nog een meneer P. Dat zijn de enige knokkers die er nog zitten. Ja, dus ik weet niet of... Oh, nu moet ik trouwens uitkijken. Ik wil niet die robot achter me aan. En is die Stu nu dood? Dan is het gewoon ik tegen die meneer P. Oké, we moeten zorgen dat die robot achter meneer P aangaat. En dan kunnen we gewoon die meneer P denk ik wel ergens opsluiten. Dat die gewoon in een hoekje gedreven wordt door die robot. Dat zou mooi zijn. Dan moet ik eerst even vinden waar ze zitten. Ik denk dat ze hier naar boven zijn gelopen.
Ja. Hier is die. Oké, nou, die robot. Ik heb geen idee waar die nu is. Maar die moet zorgen, of we moeten ervoor zorgen dat hij achter die meneer P gaat aanlopen. En, nou, die kunnen we even kapot maken, zo. Ja, hier even irritant doen. Zit die robot achter meneer P aan? Oh, nee. Hij moet niet achter mij aangaan. Dan hebben we een probleem. Oh, dit is wel een spannende. Zul je zien dat we met M's gewoon meteen het eerste potje weer gaan halen? Dat zou zomaar eens kunnen gaan lukken. Die meneer P zit hieronder. Dat moet daar wel. Oh, hij gaat gewoon dood door een trip door de robot. Haha, let's go. We hebben gewoon gewonnen. Nou, dan hebben we met elke skin toch nog een weer gehaald. Maar ja, wat natuurlijk nog veel mooier is, is dat we gewoon alle skins hebben in Brawl Stars. We kunnen niks meer kopen in de store, dus dat is mooi. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.